als ik een voorstelling spin en dan staat klaar, alles is geïnstalleerd, de lichten staan oké, okay, de klank is goed, de scène is in orde, dat ik begin te doelen. Ik begin rond te lopen. Heb ik rituelen? Rituelen voordat ik de scène opga? Als je mij die vraag stelde, heb ik daar op nagedacht en ik heb er geen gevonden. En ik heb dan gekeken in mijn verre verleden, eerst als speler in de tijd van Paradijs met Jos de Pauw en Pat van Nemelrijk, had ik toen rituelen. En ik had toen geen rituelen. En ik heb me dan afgevraagd, ik ben dan gestopt met spelen, ik heb dan artistiek directeur geweest in Gent hier. En heb ik mij afgevraagd, ga ik nog spelen in mijn leven? Toen kreeg ik de onverwachte vraag van Alain Platel en Arne Cyrus voor een Bernadette te spelen. En dan heb ik mij ook afgevraagd, heb ik daar rituelen? En ik heb er ook geen gevonden. Dus eigenlijk was ik een beetje op zoek naar rituelen. En ik speel nu in de nieuwe voorstelling, Na Jaren. Ik ben ook ontspeeld. Ik ben geen virtuose acteur, juist daarom spelen. Ik heb nu toch wel iets ontdekt dat een soort ritueel is. Ik loop rond over de scène. Ik loop naar de kleedkamer, waar dat ik meestal niet te lang blijf. Omdat daar in de kleedkamers spiegels hangen. En dat ik spiegels verschrikkelijk vind om mezelf in te zien, zeker voordat ik moet spelen. Ik merk ook dat ik buiten ga, gaan wandelen, dat ik niet kan stilzitten. Dat ik ook de tijd neem om mij in de zaal te zetten waar ik ga spelen. En naar de scène kijk om te spelen. En mij een beetje probeer in de plaats te zetten van het publiek dat daar zit. En dat naar mij aan het kijken is. En dat heeft natuurlijk ook te maken met faalangst. Van ik moet hier straks voor een publiek gaan spelen. En ik ga daar staan en de mensen gaan naar mij kijken. En er zijn twee mogelijkheden. Ofwel vinden ze het goed, ofwel vinden ze het niet zo goed. Ofwel zijn ze geëmotioneerd, ofwel niet. Ofwel die lachen ze mij een aantal dingen. Omdat ik voor mij nog altijd humor een van de belangrijke dingen vindt in mijn leven. Omdat ik vind dat er in theater toch een groot gebrek is aan ironie. Een teveel aan ernst. Een te grote boodschap. Maar wel een gebrek aan naïviteit. Ik vind dat theater naïef moet zijn. En dan zit ik in die zaal te kijken naar mezelf die daar eventueel straks zou kunnen staan. En ik zie mijn eigen en ik denk dan, wat heb ik hier allemaal samen bedacht om deze voorstelling te maken. En ik voel, als je van ritueel spreekt, dat een ritueel zou zijn die ik nodig heb om een vorm van zelfzekerheid te krijgen van nu moet ik die verdomde scène op.